Eind november kreeg Oekraïne te maken met de grootste Russische drone-aanval sinds het begin van de oorlog. Met maar liefst 75 van deze kamikaze-drones werd de aanval op Kiev ingezet. Die aanvallen worden gepleegd met deze 200 kilo zware Shahed-drones. Deze kamikaze-drones worden sinds eind 2022 gebruikt voor aanvallen in Oekraïne. De drones worden geleverd door Iran, maar het is de bedoeling dat de Russen deze drones, die een afstand van zo'n 2500 kilometer kunnen afleggen, ook zelf gaan maken. Uit gelekte documenten blijkt dat Rusland deze drones hier zal produceren, in een fabriek in aanbouw in de Russische stad Jelabuga. De productie gaat volgens de documenten, ingezien door de Washington Post, in drie stappen. Die zie je hier in deze grafiek. Eerst zie je de door Iran geleverde drones. Volgens de documenten moeten drones sinds dit jaar ook deels in Rusland worden gemaakt. Dat gaat om deze aantallen. Hierbij worden de interne componenten geleverd door Iran. En die worden in Rusland in elkaar gezet met een door Rusland gemaakte huls. En vanaf begin 2024 moeten de Russen de drones compleet zelf kunnen maken. Het is de bedoeling dat Rusland tegen het einde van de zomer van 2025 in totaal 6000 kamikaze drones heeft. De documenten waaruit dit blijkt komen uit 2022 en er is volgens experts wel een achterstand bij de bouw van de fabriek. Maar binnenkort komen de Iraanse drones dus ook uit Rusland, waarmee de Russen meer grootschalige aanvallen zoals die van eind november in Kiev kunnen plegen.